Het simuleren van toekomstige ontwikkelingen is erg belangrijk in het waterbeheer. Het blijkt echter moeilijk om sociale processen goed in onze modellen mee te nemen. Twee problemen: modellen slaan de plank mis of modellen die hebben het bij het juiste eind, maar geen vertrouwen in de uitkomst. Daarom stel ik voor, is de complexiteit groot, denk klein. Waarom moeten we een complex systeem als dit vangen in een set wiskundige vergelijkingen? Soms is het beter, past het beter om klein te denken. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe hoogwaterbeschermingsmaatregelen nodig? Modelleer dan alle stakeholders als individuen die volgens simpele regels op elkaar en hun omgeving reageren. Betrek ze ook actief bij die ontwikkeling. Dit zorgt voor een tool dat de stakeholders zien wat het effect van hun acties op anderen en op hun omgeving is. Het resultaat: meer begrip onderling, minder conflicten en dus een sneller en goedkoper besluitvormingsproces. Dus ik vraag u, denk klein. Graag ga ik het gesprek aan hoe ik daarin een gids kan zijn. Dank u.